Som 5. Ik doe niet alle sommen. Heb je verzoekje? Stuur me even een appje, stuur me even een mailtje of zet het in de commentaar. Als je niet weet hoe je me anders kunt bereiken, kun je het altijd in de commentaar zetten van een filmpje. Ik heb namelijk de A-opdrachten gepakt omdat ik verwacht dat die waarschijnlijk wel gekozen zullen worden. Ik kan niet wachten op de planning omdat ja, het moet af, dit. Dus ik moet alvast beginnen. Maar heb je nog een verzoekje? Stuur het mij gewoon toe en ik maak voor jou een filmpje. Mits ik natuurlijk daar tijd voor heb, maar bijna altijd lukt het me wel. Nou, wil je deze som hoort bij rekenen met procentuele toename. Dan heb ik ook een algemeen uitlegfilmpje voor gemaakt. We gaan naar som 5a. Ja, wil je de algemene uitleg zien hoe dit werkt? Dan moet je echt even het algemene filmpje kijken. Ik denk dat het ook wel kan helpen als je gewoon de som kijkt, want daar leg ik het ook natuurlijk in uit. Ik schrijf niet alleen de antwoorden op, ik leg het ook uit. Nou, we beginnen met Irene. Irene doet op maandag 1,8 uur over het huiswerk. Op dinsdag doet ze er 30% langer over. En nu zeggen ze hoeveel uren en minuten doet ze op dinsdag over haar huiswerk. Nou, wat ik hier doe, ik doe het anders dan het nakijkboekje. Wat ik hier zeg maar al eerst doe, ik ga het eerst eventjes rekenen naar minuten. En dan reken ik het daarna weer terug. Dat vind ik veel fijn rekenen. Dus ik maak van 1,8 uur is gelijk aan 1,8 keer 60 minuten. En dan kom je dus uit op 100, kan niet meer lezen. Dat heb ik al vaker. 108 minuten. 108 minuten. Ligt niet aan mijn bril, ik schrijf gewoon zo slordig. 108 minuten. Of snel. Ik schrijf snel, dat is niet altijd meer te lezen. 108 minuten, dat is dus hoe lang ze er op maandag over doet. Nou, op dinsdag doet ze er 30% langer over. Nou, wat is dat nu? 100% plus 30% wil zeggen dat ze ten opzichte van maandag zit ze op 130% van de tijd. Nou, 130% van iets is hetzelfde als keer 1,30 doen. Dus wat doen we hier? Die 108 minuten, die doen we keer 1,30. Ik hoop dat ik 1,30 zei, niet 130. Zo, 1,30. En dan kom je uit op 140,4 minuten. Maar gevraagd was het in uren en minuten. Dus nu gaan we van 140 minuten gaan naar uur rekenen. Nou, 120 uur minuten is 2 uur. Dus dit is 2 uur en 20,4 minuten. Ze vraagt nu niet een seconde, dus dan mag je laten staan 20,4 minuten. Dus 2 uur en 20,4 minuten. 2 uur 20,4 minuten. Ja, dan gaan we naar C. Lex besteedt op maandag 7,5% van de hele dag aan het huiswerk. Nou, 7,5% van het hele dag. Nou, wat doe ik dan? 7,5% van de dag is in totaal gelijk aan 0,075. Denk maar, 25% van iets nemen is hetzelfde als 0,25 doen. Je zet de komma twee plaatsen. Hier komt hij te staan. Dus 0,075. Ja, van de dag. Een dag heeft 24 uur. Dus kom ik uit op 1,8 uur. Nou, en nu is het geluk dat ik bij vraag A al had uitgerekend. 1,8 uur. Dat is weer 108 minuten. 108 minuten. Nou, dus ik heb nu 108 minuten besteedt hij op maandag aan zijn huiswerk. Eigenlijk net zo lang dus als Irene. Ik vind het een beetje flauw dat ze dat zelf doen. Ik denk dat het een ongelukje is. Dat hetzelfde getal is. Nou, en op dinsdag doet hij er 25% langer over. Nou, je kunt zeggen, ik reken eerst 25% van dit uit en ik tel het erbij op. Hè, dat je zegt, nou, ik doe eerst 25% uitrekenen van 108 minuten. En dan tel je het op bij die 108. Dan kom je er ook aan uit. Nou, gaat dit nu te snel? Eigenlijk is het veel makkelijker om te kijken, keer wat moet je doen. Dus pak die, ja, die factor, zeg maar, die vermenigvuldigingsfactor. Keer wat moet je doen om het uit te rekenen in één keer? Nou, als er staat, doet er 25% langer over, dan is het dus plus 25%. Ja, je had natuurlijk 100%. Dus je hebt 125%, zo lang doet hij er straks over ten opzichte van maandag. Dit is keer 1,25 toen, hè? Zo heb ik jullie ook geleerd, hè? De komma twee plaatsen verschuiven. Dus we gaan keer 1,25 doen.
Nou, wat krijg je dan? Dan heb ik even geen plek meer. Oh, ik los op. Zo. Keer 1,25. Dus nou, 108 minuten. Keer die 1,25. Zo leggen ze het ook in het boek uit, hoor, met dat vermenigvuld. Dat gaat gewoon veel sneller. En dan kom ik uit op 135 minuten. Nou, en 135 minuten, daar zit 2 uur in. 2 uur en 15 minuten. Dat was vraag 5. Ga dus eerst kijken, Kim, wat moet ik doen? En als je met tijd werkt, altijd even goed opletten. Dan is het vaak handiger om het eventjes naar minuten te rekenen en dan weer terug. Vaak rekent dat gewoon lekkerder. Even kijken, dat was het. Bedankt voor het kijken. Tot het volgende filmpje. Doei!